Hallo! Vandaag doen wij dus weer eens een SML-list, want dat hebben we echt al zo lang niet gedaan. En jullie hebben weer echt superveel gevraagd aan ons, dus we dachten, let's make an SML-list. Yes, yes. Ik heb een foto op mijn Instagram geplaatst en daar hebben jullie massaal weer allemaal gereageerd met al jullie vragen. En wij hebben een paar uitgekozen en die gaan we dus beantwoorden. De eerste vraag is, als je een taart was, welke taart was je dan? Ik denk dat... Chocoladetaart is een cliché. Ik heb nooit een lievelingstaart. Ik vind alle taart wel lekker. Kerstmonsieur vond ik wel heel lekker. Oké, okay, daar ben ik. Kerstmonsieur. No, dat is mijn antwoord. Iets met kersen dan. Ik heb ook kerstmonsieur. Kerstmonsieur en dan met die lekkere gekookte bodem. Oh, met van de bestonje. Ja, van de bestonje. Oh. Ja, of Oreo. Oreo taart. Dat is ook lekker. Vraag nummer 2. Zouden jullie van elkaar van leven willen verwisselen? Dus bijvoorbeeld met vriendjes, met vrienden, met klasgenoten, alles verwisselen. Nee, want we hebben eigenlijk een beetje hetzelfde leven. Alleen we hebben twee verschillende, ja, we hebben niet hetzelfde vriendje. Nee, dat is het enige. Maar verder is het gewoon hetzelfde. Ja, we zitten niet bij elkaar in de klas, maar soms zit ze bij mij en soms zit ik toch weer bij haar. Dus, nee. Vraag nummer 3 is, deze is wel heel grappig. Hebben jullie wel eens meningsverschillen en dan geen zin om bij elkaar op de kamer te slapen? Trouwens, jullie zijn super tof. Ik zeg Samantha. Thank you, Samantha. Ja, dat hebben wij wel eens. Maar niet. Ja. Nee, maar niet. We hebben echt elke minuut meningsverschillen. Jullie denken dat we echt best friends zijn. Nee. Maar dat zijn we niet. Nou, dat wel. We zijn wel waardjes, maar het is net. Ja. Het is zeg maar zo. Het is zo comfortabel tegen. Dat, zeg maar, het is zo comfortabel tussen ons dat we gewoon alles kunnen zeggen en kunnen doen wat we willen. En soms flupt er even iets uit wat eigenlijk niet uit hoort te fluppen. Nee. Dat klinkt echt heel fout. Nou, maar in ieder geval, we hebben soms gewoon wat meningsverschillen. Wat een meningsverschil. Het is wel natural. We hadden net nog een meningsverschil. Ja. Hoe de camera moest staan. Ja. Dus, maar dat hoort er denk ik gewoon bij. En als Lisa en ik zeg maar een meningsverschil of ruzie hebben, want we hebben ook... Het gaat nooit verder dan dat. Ja. En dan... Een minuut later praten we weer over iets heel anders. Vraag nummer 4. Zou je liever Gerard Joling als vader hebben of Gordon? Gordon? No way, Gerard Joling. Waarom Gerard? Gerard Joling is zo hilarisch. Ik vind maar Gordon is ook hilarisch. Nee, ik vind Gordon gewoon niet grappig. Jawel. Gerard Joling heeft zo'n serieus. Ik heb serieus alle afleveringen van Gordon en weet ik veel. Gordon en Gerard gaan, ja, weet okay, ik veel. Maar ik heb alles zien. Gordon maakt de meeste grapjes, echt waar, ik zweer het. Ik vind Gerard gewoon zo, sorry, ik weet niet. Ik denk dat ik echt gek zou worden van Gordon om daar de hele dag, zeg maar, bij te zitten. Nou, ik zou niet de hele dag, joho! Nee, maar letterlijk, horen. Ja, maar letterlijk, je komt met een best wel serieus probleem. Je bent ongesteld geworden of zo, weet ik veel. En dan ga je vertellen aan Gordon en Gordon zegt iets zo van, hè, nou, lekker een bloedbad of zo, weet je wel. En ik van, ja, dude. Nee. Vraag nummer 5 is, hoe vaak doen jullie erover om dat hallo tegelijk te zeggen? Laten we het 1 keer voordoen en dan zonder dat we het knippen. Oké. Okay. Dit is letterlijk, wacht, laten we het helemaal voordoen. Komen op bed. Nee, ik zit al. Komen op bed. Ja. Ik kom op bed. En dan is het oké. Ik zit nu echt weer lekker. Wacht daarvoor. Oké, nou, we zitten goed in beeld. Ik zeg altijd 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Hallo. Weet je, als jij de hallo wilt kunnen, dan doe je dit. 1, 2, 3. Hallo. Vraag nummer 6, ook al was het niet echt een vraag, maar meer een opdracht. Geef elkaar een bitch clap. Oké. 1. Ah, dit durf ik niet. Oké, we geven niet hard, oké? Beloofd. Oké. 1, 2, 3. Oh! 2, 3. Oh! Oh, sorry. Vraag nummer 7 is, wie zouden jullie ooit nog wel eens willen ontmoeten? Volgens mij hebben we deze vraag een keer eerder gehad, maar mijn antwoord is weer Obama. Ik denk gewoon de kerstman of zo. Vraag nummer 8, wat willen jullie laten worden? Ik weet nog niet precies wat ik wil worden. Maar ik wil richting of de productie, dus dingen regelen voor een film of dingen regelen voor een tv-programma of iets. Of ik wil iets met evenementen organiseren of zoiets. Als ik zeg maar echt zou moeten denken van de slimme kant om iets te kiezen, dan zou ik zeggen...
dan zou ik zeg maar veel productie willen kiezen. Maar als ik denk van, oh, YOLO, dan zou ik denken iets van reis iets of zo. Iets gaan reizen. En vraag nummer 9. Voor de rest van je leven alleen maar zon of de rest van je leven alleen maar ijsjes? Nou, zon. Ik ben gek op zon. Zon natuurlijk, want in de winter eet ik geen ijs. Dat is gewoon te koud eigenlijk. Dus ik ben gek op zon, dus gewoon zon. Zon. Vraag nummer 10 is gewoon eigenlijk alle vragen die we zo ontzettend vaak krijgen. En ook gewoon dat je gewoon, die we gewoon volgens mij een keer beantwoord hebben. Of dat je makkelijk op internet kan zoeken of iets. Hoe oud zijn wij? 19 jaar. Wanneer is jullie geboortedatum? 18 december 1995. Jee. Hebben wij vriendjes? Ja, we hebben allebei een vriendje. Slapen jullie met z'n tweeën op één kamer? Ja. Zijn jullie nou een tweeling of een drieling? Drieling. Verwisselen wij wel eens met elkaar in de klas? Nee. Zijn jullie allebei wel eens op dezelfde jongen verliefd geweest? Nee. Heb jij nog een vraag voor ons of wil je iets heel graag van ons weten? Laat dan even een reactie achter hier beneden met jouw vraag en dan beantwoorden wij misschien die wel. Doe een dikke vette duim omhoog als je vaker een ASML Elise wil zien. Yes. Bekijk je deze video op je mobiel, draai dan even je scherm om, want dan kan je alle links in de beschrijving hier vinden. Wil je ons volgen op social media, Instagram, Twitter, whatever? Het staat alle links, alles wat je wilt weten staat hier beneden in de beschrijving, dus check het. En check vooral onze laatste video's nog even. Dan zien jullie volgende week met een nieuwe video. Doei! Deze was echt super vet. Alleen... Het is een beetje spannend. Ik vind het wel leuk.